Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom begin je op je 25e al te bewegen als een bejaarde? Dat komt omdat we het risico op vallen kleiner willen maken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop we opstaan uit de stoel. Jonge mensen staan zo op. Maar als je kijkt naar hoe oude mensen opstaan, dan gaan ze steeds vaker bijvoorbeeld afzetten op hun bovenbenen. Of ze gebruiken de armleuning om op te staan. En daarmee verkleinen ze het risico van vallen. Ik ben zelf nog best wel jong, 35. En ik sta ook nog wel op als een jong persoon. Maar ik merk al steeds meer in het dagelijks leven dat ik mijn beweging aan het aanpassen ben. Bijvoorbeeld bij traplopen. Kijk, vroeger deed ik dit gewoon nog zo. En nu merk ik dat ik steeds vaker de trapleuning vastpak. Mijn verval is blijkbaar al ingezet. Voor bewegen zijn er drie dingen van belang. Allereerst je spieren, dan je botten en je gewrichten. En tot slot je zenuwen en zintuigen. En die zorgen voor je aansturing. Dus die zetten je spieren aan en uit en controleren ook je bewegingen. Nou, dan denk je misschien, op mijn 60ste, dan wordt mijn lichaam pas oud. En dan ben je natuurlijk met pensioen. Maar onze botten gaan al achteruit vanaf je 30ste. Dan worden je botten elk jaar een klein stukje brozer, dus zwakker. En ook je spieren gaan al achteruit vanaf je 30ste. Vanaf je 30ste neemt je spiermassa zo'n 3-5% per jaar af. Dus dat betekent dat je elk jaar een klein beetje zwakker wordt. Nou, tot slot nog je aansturing, dus je zenuwen en zintuigen. Dat begint al nog ietsje eerder, halverwege je 20ste. Vanaf je 20ste gaat je gehoor al een klein beetje achteruit. En vanaf je 25ste gaat ook je evenwichtsorgaan slechter werken. En gaat het steeds een beetje langer duren om een signaal te sturen van je hersenen naar je spieren. Dus om je spier aan en uit te zetten. En omdat al die systemen dus steeds een stukje achteruit gaan, vanaf halverwege je 20ste al, ga je al ver voor je 60ste anders bewegen. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar lopen, naarmate je ouder wordt, ga je steeds kleinere stapjes nemen. En ga je ook steeds een beetje breder lopen. Dus je gaat wat steviger staan. Ja, en misschien ken je dat ook wel van je opa of je oma. En wat we ook zien is dat je eigenlijk steeds een beetje langzamer gaat lopen. Dus waar we als jongvolwassenen op 5 km per uur lopen, lopen ouderen eerder op 3,5 km per uur. De reden dat we als mens bijna allemaal hetzelfde bewegen is omdat we bepaalde doelen hebben waar we voor bewegen. En voor elk doel beweeg je net een beetje anders. Dus bijvoorbeeld als je de straat wil oversteken omdat er een auto aankomt, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk aan de overkant van die straat zijn. Dus dan is snelheid heel belangrijk. Maar in het dagelijks leven lopen we eigenlijk altijd ongeveer op dezelfde snelheid. En die snelheid is voor ons heel erg energie-efficiënt. Dus dan proberen we zo min mogelijk energie te gebruiken. Je gaat ook anders bewegen als je ergens pijn hebt. Als je bijvoorbeeld last hebt van je knie of van je enkel, dan ga je je bewegingen daarvoor aanpassen. En tot slot kun je anders bewegen omdat je wil voorkomen dat je foutjes gaat maken. Als je namelijk een fout maakt in je beweging, dan kan dat bijvoorbeeld leiden tot een val. Nou, en dat willen we heel graag vermijden. Vooral het laatste, dat vermijden van het risico, dat wordt steeds belangrijker als je ouder wordt. En je aansturing gaat dus al vanaf je 25ste elke keer een stukje achteruit. En dat betekent dus dat de kans op een foutje elk jaar weer een heel klein beetje groter wordt. Het aanpassen van je bewegingen doe je eigenlijk onbewust. Daar denk je helemaal niet over na. Want gezonde mensen hoeven niet na te denken over de ene voet voor de andere zetten. Dat is eigenlijk een soort reflex. Maar eigenlijk is het een heel complex systeem. Want je hebt je botten, je spieren, je gewrichten, je zenuwen, je zintuigen. Die allemaal moeten samenwerken. Op de universiteit doen we hier onderzoek naar door middel van computermodellen. Want daarin kunnen we precies zien hoe mensen lopen. En wat er gebeurt als bijvoorbeeld je spierkracht achteruit gaat. Of je aansturing ineens slechter wordt. En een model kunnen we makkelijker laten vallen dan een persoon in het lab. Ouch! Je lichaam is dus een heel klein beetje als een Jenga-toren. En elk jaar gaat daar een blokje uit. Dus je aansturing gaat een heel klein beetje achteruit vanaf halverwege je 20ste. En een tijdje later nog een beetje achteruit. Nou, je spierkracht neemt bijvoorbeeld af. En bijvoorbeeld je zintuigen, dus je gehoor, dat een klein beetje achteruit gaat. En zo vallen er steeds meer gaten in die toren. Nou, en om te voorkomen dat die toren omvalt, ga je dus steeds voorzichtiger bewegen. Om dat risico maar te vermijden. Ja, want er hoeft dus maar dit te gebeuren. En dan val je. Nou, en daarom begin je al ver voordat je oud wordt anders te bewegen. Aangebrande bloemkool of een aangebrand worstje? Welke is giftiger? Ik ben Nienke, toxicoloog, en ik vertel je het je volgende week.